Bent. Van Polen. Weer vrijheid bij paal. Dus de voorzet is meer een achterzet. Weer Kingsley. Nu zelf schieten op Kozelev. Eerste kans van de wedstrijd is voor PEC Zwolle. Voor Kingsley Ehizibue, die ver naar voren speelt weer. Bal schiet eigenlijk door. Dan is er controle. En dan heeft hij eigenlijk alleen nog maar de korte hoek waar Kozelev ook staat. Kingsley Ehizibue nu met een lage voorzet. Verrassend, maar ook niet goed. Diemers. Spitalieri. Smeets. Heel simpel, Latschman voor zijn man. Van Krooij nu. Oh, hij is een shirt getrokken. Dat is op zich natuurlijk kaartwaardig. Smeets. Pakte al eens rood. Staat op 3 kaarten. En wat doet Higgler? Oh, een waarschuwing. Wat, die komt goed weg. Dit is toch altijd geel, zou je zeggen. Maar Higgler is Clement. Over Clement gesproken. Pellen achter de bal. Het wordt Namli. Swingt in, daar is Lam. Krijgt hem niet recht gekopt, maar kopte hoog over. Van Polen. Zet Latschman aan het werk. Krooij trekt weer naar binnen. Hier staat paal. Moet McIntosh uitstappen. Hutten neemt dan Van Duinen over. Maar Van Krooij is er ook nog. Van Duinen. Namli. Namli de 16 in. Dit is dan buitenspel voor T. Gaat niet door. Het was wel lekker gevoetbald, dat wel. Maar het was ook buitenspel. Lustig combineerde met name Namli zich daar doorheen. En goed te zien dat die daar in buitenspelpositie wordt aangespeeld. Ehizibue. Geen buitenspel voor Namli. Namli en zijn behendigheid. Goed. Van Krooij. Oh, wat een mooie goal. Namli met een prachtige paas op Van Krooij. En dan is die wedstrijd eindelijk van het slot gegooid. Het is 1-0 voor PEC Zwolle. Let op de geniale actie van Younes Namli. Die hier prima wordt aangespeeld door Ehizibue. En dit dan toch mooi doet. In die tweede lijn ziet hij Vito Van Krooij. En die maakt zijn 9e van het seizoen alweer. En belangrijker, de openingstreffer in deze belangrijke wedstrijd voor beide ploegen. Van Duinen op tijd gestart. Ninaï Van Duinen. Wordt toch gepakt daar, ja. Rood. Hij heeft een rode kaart te pakken. Voor Ninaï. Oh, 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 Fortuna. Alles in duigen. Doelpunt tegen en Ninaï eraf met rood. Let op, hij pakt hem hier beet. Trekt hem naar de grond. Zeer scherp van Higgler en zijn mensen. Ja, daar zitten ze. Nu al ogen ze verslagen. Het is natuurlijk nog niet zo. Maar opnieuw rood voor Fortuna. Het is bij de beesten af inmiddels. Met die ploeg uit Sittard. Hij is er dus buiten neergelegd. En Namli via de muur. Het hoofd van Lamproe. Ja, we brengen hem maar weer in beeld. Dank aan de collega's. Want als er met rood iemand afgaat, is Semedu altijd de lul. Excusez le mot. En dan komt Sirani. En ja hoor, Semedu weet het al. Latschman. Van Krooij. Van Krooij nog altijd. Subtiel. Oh, tegen de armen op van Sirani. Maar toch de goal van Namli. 2-0 PEC heel vroeg in de tweede helft. Dus of het hens was, doet er niet meer toe. Van Krooij mag ver komen. Dit was dan hens. Van Duinen scoort niet. Maar hij blijft cool. Mikt met links.
in de bovenhoek. Een mooie goal nu van Younes Namli zelf. Zijn vierde van het seizoen. Clement voor de 3-0. Hij geeft hem af. Die mag scoren. Geen buitenspel. 3-0. Lennart T. Eindelijk weer eens een goaltje. Want 3 is toch wel wat weinig voor T. Lekker balletje dit zeg. En Clement niet zelfzuchtig. Gunt hem aan T. Zijn spits met tot nu toe zo weinig goals. Dit is goed voor het zelfvertrouwen van de Duitser Lennart T. Tevredenheid bij de toekomstige trainer van Feyenoord. Namli. Clement. Aangetikt door Hütte. Latschman. Elisibue. Is er voorbij. Daar is de voorzet. En daar is die goal van Duinen. Het mag allemaal gewoon, ondanks dat Fortuna een extra verdediger heeft geposteerd in de vorm van Clint Essers. Het is 4-0 door Mike van Duinen. We wisten dat hij het kon natuurlijk, de veelzijdige Kingsley. Maar dat hij het met scharen ook zo goed doet, geweldig. En van Duinen eenvoudig inkoppen, maar de voorzet afgemeten goed zeg. Clement van Krooij op tijd gestart. Van Krooij geeft aan T. T voor zijn tweede. Vlag blijft omlaag. 5-0. Lennart T, de Duitser die niet te klagen heeft over de onbaatzuchtigheid van zijn ploeggenoot. Hier inderdaad niet buitenspel. Van Krooij net niet. Op tijd aan T. T gelijk die goal zien. Lekker gegeven aan Van Krooij natuurlijk. En ook van Krooij. Van 3 naar 5 goals in één wedstrijd. Lennart T. Schop voor Peck. Gaat naar Nakayama. En dan wordt er gejuicht voor de Japanner. Hutchman nog. En Ezibue. Dat is ook belangrijk, deze man. Bij de kansen in de eerste helft met name voor Peck. Had op zich wel een doelpunt verdiend. Zelf. Namli. Hier zo'n heerlijke bal van Namri. Elbers. Geven aan Paul. Paul. Mooi erlangs. Oh, voorlangs. Kenneth Paul. Prachtige actie. Want Peck heeft niet alleen een multigetalenteerde rechtsback in Kingsley Ehizibue, die ook rechtsbuiten zou kunnen zijn. Ook Paul aan de linkerkant heeft die kwaliteit. En die liet hij hier even zien. Van Duinen lanceert zichzelf nog maar een keer. McIntosh haalt de paas eruit. Is hier nog Diemers? Over goede voetballers gesproken. Mark Diemers. Novakovic. Overtreding nog van Kingsley Ehizibue. Hichler blijft strikt tot het allerlaatste moment. In beeld Jaap Stam als een veldheer. Want Pek Zwolle speelt zich veilig in de Eredivisie dit seizoen. Door een 5-0 overwinning op Fortuna. Dat het grootste gedeelte van de wedstrijd met 10 man moest spelen door de rode kaart van Ninay. Maar toen was het al 1-0. Van Krooij had die goal gemaakt. En aan Namli, T. Van Duinen en nog eens T. Voor de 5-0.